Niet zo vrij. Je hebt mij eigenlijk toch wel een beetje verrast met de aankondiging dat je in de Broken Circle Breakdown gaat meedoen samen met Roel van der Stukken. Is dat iets wat jou absoluut ligt, wat jij al vaak gedaan hebt, theater? Nee, ik heb eigenlijk nog nooit professioneel op het podium gestaan. Ik heb wel al musical gedaan toen ik jonger was. Hè. Maar dat was met heel veel mensen samen op een podium. En dus nu ja, is het mega spannend. Want we staan maar met twee acteurs op een podium en vier muzikanten. Dus ja, super spannend. Maar ik heb er keiveel zin in. Ja, dus na de Masked Singer ga je toch nog zingen? Ja! En het grappige was, het is niet dat dat door de Masked Singer kwam of zo. Dus ik wist eigenlijk al dat ik deze rol had, nog voordat het op tv kwam. Dus het is geen gevolg van de Masked Singer. Maar het is wel leuk natuurlijk. Ik kan die zanglessen van de Masked Singer meepakken, want ik zal ze nodig hebben. Dus ja, tof hè. Muziektheater, het is geen musical. Ja. Ja, je weet het al heel lang, dus je kijkt er ook al enorm lang naar uit. Waarschijnlijk is het uitgesteld geweest door corona. Nee. Het was altijd wel al de bedoeling geweest om dan te spelen. Dus eigenlijk qua planning komt het ideaal uit. Maar ja, het is nu nog altijd lang wachten eigenlijk. Hè? Ik kan nog heel lang verlangen. In welke mate is de theaterversie anders dan de tv-versie? Ja, je kunt geen film brengen op een podium natuurlijk. Hè. Dus het is echt een theaterstuk, doorweven eigenlijk door muziek. Dus je gaat wel de muziek herkennen van in de film. Dus die is hetzelfde gebleven, maar voor de rest is het enkel Roel en ik die zullen spelen. We hebben ook geen poging gedaan of zo om de film na te bootsen. Het is echt het originele stuk geschreven door Mieke Dobbels en Johan Heldenberg dat we nu gaan spelen. Natuurlijk, ja, we gaan er ons eigen ding van maken, onze eigen versie van maken. Omdat ja, je kunt niet een perfecte kopie maken. Maar wel met heel veel respect voor het originele stuk natuurlijk. Want dat was gewoon een prachtig stuk, keigoed geschreven. Dus daar hoeven we eigenlijk niet zoveel meer aan te veranderen.